Brexit komt eraan, daar bereiden we ons als haven van Rotterdam ook op voor. We hebben om te beginnen, en dat is heel belangrijk, hebben we het portbase systeem geschikt gemaakt voor vracht die via ferries gaat naar Engeland. Iedereen zou dat ook moeten gebruiken, want exporteurs die dat niet doen, daarvan wordt de vrachtwagenchauffeur weggestuurd op de terminal. We hebben parkeerplaatsen ingericht waar vrachtwagenchauffeurs kunnen staan als ze hun papieren niet op orde hebben. We hebben een flyeractie gedaan om vrachtwagenchauffeurs te helpen die parkeerplaatsen te vinden. We doen ook deze perstrip hier organiseren, zodat de boodschap die wij hebben zo breed mogelijk over heel Europa wordt verspreid. Is to register their cargo in advance on this digital system called Portbase. Portbase is een community systeem wat neutraal is en non-profit voor de havens. De oplossing die we nu voor de Brexit hebben gemaakt is eigenlijk een bewezen oplossing in de containersector. En die passen we toe in de ferry- en de roll-off sector. En wij bieden ketenoplossingen zodat partijen data makkelijk kunnen delen voordat de lading komt. Zodat wanneer ze naar de haven komen eigenlijk de slagboom open staat in plaats van dicht. Alle partijen in de keten moeten goed meedoen, maar ook andere ketens die parallel lopen aan ons. Wij behandelen misschien chemieproducten, voedsel en feedproducten, maar iemand die hele andere producten behandelt en die vrachtwagen die staat voor mij in de rij, die heeft zijn documenten niet op orde, die blokkeert wel dat plekje voor mij. Bereid je alsjeblieft goed voor, zorg dat je klaar bent en doe nou gewoon mee. We krijgen veel extra werk en we moeten gaan werken op locaties waar we nog niet staan, te weten de ferrylocaties. We hebben berekend dat we daar veel extra personeel voor nodig hebben. Zo tussen de 750 en ruim 900. We hebben op dit moment ruim 500 mensen al geworven. En van die 500 mensen zijn ruim 300 mensen eind deze maand opgeleid en wel voor de job. Wij hebben ons voorbereid door in ieder geval heel veel te zorgen dat we genoeg personeel hebben om alle werkzaamheden uit te kunnen voeren. Vooral ook bijvoorbeeld met de douane hebben we natuurlijk heel veel overleggen en afspraken. Maar ook met het hele Rotterdamse bedrijfsleven hebben we echt regelmatig overleggen. Waar we ook, we noemen dat ketendoorloop, hebben gedaan. Dat we gewoon eigenlijk gesimuleerd hebben van u wilt vlees vanuit Engeland in Rotterdam de A15 laten afrijden. Met alle ketenpartners kijken van hoe werkt dat dan? En hoe gaat dat in zijn werk? Wie moet wat doen? En weten we dat dan ook? En kunnen we het ook doen straks?